Dat is al een prachtige setting, moet je toch kijken mensen, wat mooi hier. Net buiten het stadje Antequera. In die tijd was het landschap heel anders nu. En vandaag een cultureel begin van de dag. De Dolmenes de Antequera. Een soort oude hunnebedden. Het is een echte tour. Je begint in het museum. Nou, dat is al een prachtige setting. Moet je toch kijken mensen, wat mooi hier. Net buiten het stadje Antequera. De blikken van de drie bouwwerken die het complex vormen. En speciaal voor ons hebben ze een Nederlands filmpje opgezet. Dat is wel mooi. In die tijd was het Antequeraanse landschap heel anders dan nu. De dekstenen worden in een bepaalde volgorde geplaatst tot een dak af is. Het is echt werkelijk een prachtige tentoonstelling. Een nieuw gebouw, momenteel pas 1 jaar oud. En echt prachtig verzorgd. En het is gratis toegang. Dat is ook verrassend. Heel mooi verzorgd. Vanuit het museum loop je de route verder en ga je naar de daadwerkelijke dolmen. Die staat boven, de grafheuvel. Die gaan we zo van buiten en van binnen bekijken. Hier tegenover de ingang van de dolmen ligt een rots, de Peña. En dat moet een slapende vrouw voorstellen. En je kunt hier zien dat er best wel wat mensen rondlopen. Sterker nog, zie je daar in de verte. Met bussen vol komen ze hier naartoe. Dit schijnt ook de grootste dolmen van heel Europa te zijn. Het is werkelijk een prachtige omgeving mensen. Het is echt aan de rand van Antequera. En ja, je hoort het verkeer wel, maar het is echt een beetje een oase van rust. Kijk hier, hier ligt het dorpje, loopt gewoon een weg langs. Maar hier loop je dan om de dolmen heen op een vaste route. Had ik al verteld, 6000 jaar geleden gebouwd. Handwerk, prachtig gedaan. Nou, zo loop je dan de dolmen in. Het zal wel donker worden. Je mag trouwens met maximaal 5 personen per keer naar binnen. Zo te zien waren de mensen vroeger ook een stukje kleiner dan wij nu. Echt een beetje bukken. Maar dit is, ja, je kunt hier een gaatje inkijken. Zo ziet dat van binnenuit. Hier zie je een mooi overzicht, het museum daar beneden, de rots, de slapende vrouw, de Peña. En hier links is dan de grote constructie, de Menga heet dat ding. Ik weet niet hoeveel mensen daarin mogen, maar dat gaan we nu bekijken. Nou, dit is dan de ingang van de grote. Grootste van Europa wordt gezegd. Ja, er wordt veel herrie gemaakt. Wat een constructie mensen. En deze stenen zijn dus allemaal met de hand geplaatst. Met Bienvenido al Dolmen de Menga. Gracias. Welkom in de Dolmen de Menga. Stenen allemaal met van die houtrollen
naar de plaats gerold. En via zandhellingen op zijn plaats laten zakken. People used to say that many shepherds, if they didn't want the animal kept for long, they brought earth and stone and disappeared. So that guy discovered it, drew the place, and 4 years later, a lady from the United Kingdom also visited the domain, and she also wrote, "I can see the well in the chamber." So 2%. But finally closed for a second time. Yeah. Naar buiten. 6000 jaar oud mensen. Apart gevoel is dat. Heel erg mooi. Ja, ook op dit terrein een zonnewijzer. Maar aan deze kant is geen zon. Aan deze kant is wel zon. Het is 10:30. Maar de zonnewijzer loopt achter. Ja. Want hij staat op 9:00. Maar misschien omdat het nog geen zomertijd is. Ja, maar het is 10:30. Oh. De hunnebeddentijd. Nou mensen, zeg het maar. Ik heb geen verstand van zonnewijzers. Maar deze slagschaduw geeft aan 9:00. En we gaan weer door. Kijk eens, we rijden dus naar dat mooie gezicht. Van die mevrouw. De Peña heet je. De Peña. Echt zo mooi. En je blijft er dus inderdaad aan denken. Maar dus we hebben dus de grootste grafkelder van Europa gezien. Heel bijzonder. Daar heb je ook al die. Daar kun je met je campertje ook inderdaad staan. Ja, een camperplaats. Ja. Ah, dat werden die huisjes inderdaad. Die waren ze aan het bouwen. Ja. Dat is wel een stoere Mercedes, die B-mobiel. Ja. Ja, kijk, die is zeker stoer. Nou, wat leuk! Nou, voor veel mensen een bekend verschijnsel, want waar zijn wij? Kijk, daar zijn wij. We hebben een prachtig tochtje gemaakt door de Taberna woestijn. En we gaan nu even een hapje eten hier bij deze roadbar. Leuk hè? Ik zal u even mee naar binnen nemen. Ik denk dat wij hier heerlijk op het terrasje gaan zitten, maar binnen staan een paar motoren. Leuke bar, kijk. De Blues Brothers. Prachtige bar. Nou, zonder dat we geen stickers hebben nu, anders hadden we er hier eentje op kunnen zetten. Zie je dat? Leuk. Een paar brommers.
autootjes. Mooi, hè? Nou ja, iedereen weet het, hè? Hier zijn verschillende films opgenomen. Westerns. Hier nog meer modelspul. En dan is hier nog een zaal waar je pool kunt spelen, wat kunt eten. Er staan nog meer motoren. Het is natuurlijk erg toeristisch. Maar het is gewoon leuk, hè, voor onderweg. Dus, gaan we hier maar eens even zitten, Stef? Even hier lekker zitten. Wat hebben ze hier allemaal? Ja, hier kunnen we wel wat mee. Zo, beste mensen. Ik heb vandaag besloten om een DW'tje te doen. Kennen jullie dat? Kijk. En zoals hij al zei, zoveel ribben zitten er niet in een vark, hè? Nee. En Stef doet mee. Ja, en de dames eten een loempiaatje. Een loempiaatje. Ja, ik ben wel in stijl met mijn ja. Bloedje, hè? Nou, smakelijk allemaal. Ja, nou, ik hoop dat jullie het drink krijgen. Tjonge, we zijn al een tijd onderweg. Kijk, en als je nou toevallig nog een pick-up truck hebt staan die het niet meer doet, is dit wel een leuke manier om hem te pimpen. Geweldig. Nou, een update van de camperplaats bij Route 66, Taberna. De huisjes zijn nog niet klaar, nog steeds niet. Er wordt nu ook, denk ik, een zwembad gebouwd hier. Zo te zien. Mooie vorm, in de vorm van een gitaar lijkt het wel. Nou, dit zijn dan de verschillende huisjes die dan verhuurd gaan worden straks als ze klaar zijn. Maar dat hadden jullie ook al van DW gehoord natuurlijk. En dat wordt dan denk ik een gezamenlijke ruimte of een toiletgebouw of zo. Dat kan er niet in elk geval. Maar het is nog gewoon een bouwplaats. En er komen zo te zien inderdaad ook van die grote tipi's. Geen idee wat ze daarmee gaan doen. Kan best wel leuk zijn als dit klaar is hoor. Kan best wel een echt western sfeertje komen. Want zo te zien worden er ook van die verhoogde veranda's. Zie je dat? Dat de deuren die zijn iets van de grond af. Dus ziet er leuk uit of niet? Ja toch. Ja toch. Wordt nog wel wat. Misschien gaan we nog een keer terug volgend jaar als het klaar is. Of misschien is het wel over een paar jaar klaar. Misschien wel. Wij gaan verder. Na een kleine portie spareribs en een lumpiaatje gaan wij verder naar Camping Las Torres. Afbronkelandje. Of je bent er boven aan het voetballen en je schopt je bal over het hekje. En we zijn weer bijna thuis. Thuis op de camping. Nou, nog een paar dagen en dan gaan we alweer de hort op. Hoe leuk is dat? En voor nu, nou, wat een grandioze 4 dagen hebben wij gehad. Kan het niet vaak genoeg zeggen. En nu, lekker vrijdagavond, lekker tutten op de camping.